Welkom bij deze eerste aflevering van Studio Stichtse Vecht. We gaan het hebben over wijn, we gaan het hebben over schilderkunst, we gaan het hebben over toneel. En we spreken met de voorzitter van de seniorenraad. We beginnen bij Lucie, welkom. Dank je. Oprichter van ArtPub. Ja, medeoprichter. Ik doe het samen met mijn collega Joris. Jouw vraag natuurlijk is, wat is ArtPub? Ja, wat is ArtPub? Inderdaad, heel goed. ArtPub zijn schilderworkshops die plaatsvinden in cafés. Gezellig ontspannen met een wijntje erbij. Vooral ook voor mensen die denken, oh, ik kan niet schilderen of het is heel lang geleden. Je kan gewoon aanschuiven. De kunstenaar of de workshopdocent neemt je bij de hand in 2 uur tijd. En dan kan je in 2 uur tijd een meesterwerk maken. En dan heb je ook een gezellige avond achter de rug. Ja. Hoe is het idee ontstaan? Voor mijn andere bedrijf, Galerie Lucie, verzorg ik creatieve workshops. En wij ontdekten dat de workshops in cafés heel erg goed aansloegen. En dit concept van wijn, schilderen en plezier, en eigenlijk een nieuwe manier van uitgaan, is in het buitenland al best wel populair. En we ontdekten dat daar hier ook een markt voor is. En dat mensen het leuk vinden om eens een keer wat anders te doen dan bowlen of naar de bioscoop. Echt een avondje uit. Je kunt je individueel aanmelden, maar ook met een vriendin. We doen ook aan teambuilding, vrijgezelle feestjes, bedrijfsuitjes. Dus ja, je kan alle kanten op eigenlijk. En de eerste workshops zijn achter de rug. Ja. Hoe was het? Ja, leuk. Ja, supergezellig. Een heleboel enthousiaste mensen. Dat is natuurlijk het leukste om van de deelnemers feedback te horen. Ze zeggen ook, oh, kom nog een keer terug. En ik wist niet dat ik dit kon. Want veel mensen hebben jarenlang geen penseel aangeraakt. En zitten zo'n avond en schilderen dan bijvoorbeeld de zonnebloemen of een ander schilderij. En denken, goh, wat leuk. Dit ga ik vaker doen. Mensen die nu kijken en denken, hey, dat wil ik ook, dan is er goed nieuws, want binnenkort zijn er een aantal workshops hier in Stichtse Vecht, onder andere in Loenen/Maarssen en Breukelen. Breukelen en Oud-Zuilen. Oud-Zuilen/Maarssen, ja. Hè? Wat is dat, excuus? Ja, precies, ja. In een bistro Bellen in Oud-Zuilen gaan we aan de gang. Als je naar de website gaat, www.artpub.nl, kan je de agenda zien. En daar staan de schilderijen op met verschillende data. Dan kan je gelijk online boeken en reserveren. En er staan ook al een aantal data gepland in Breukelen. Dus ik zou zeggen, neem je buurvrouw of je vriendin mee of je collega en meld je aan en kom gezellig langs. Belangrijke vraag, wat kost het? Belangrijke vraag, zeker. Het kost €30 per persoon. Ben je er vroeg bij, krijg je vroegboekkorting, dan kost het kaartje €25 per persoon. Het is exclusief de wijntjes of een colaatje of een frisje, uiteraard wat je zelf wilt. En beide materiaalkosten we schilderen op een canvas doek van 40 bij 50 centimeter. En alle materialen en alle enthousiaste begeleiding krijg je erbij. En tenslotte, wat krijg je ervoor terug? Een hele gezellige, leuke, creatieve avond. Met begeleiding. Ja, en absoluut. Wijn. Ja. Wilt u ook een lekker wijntje drinken terwijl u een prachtig schilderij aan het schilderen bent? Kijk dan snel op www.artpub.nl en meld je aan.